Hallo iedereen, dit is Björn, oftewel Bliefjes, en welkom bij weer een nieuwe episode van Truck Simulator 2014, met Bliefjes natuurlijk. En vandaag zijn we nog in Groningen, omdat we de vorige keer in Parijs waren geweest. Van Parijs zijn we naar Groningen heen gegaan, en eventjes kijken, ja, nu zijn we dus in Groningen. En daar kunnen we nog wel wat dingetjes doen, maar ik wil eerst eventjes kijken of er nog wat goede truckers beschikbaar zijn. Dus ik wil eventueel nog een chauffeur erbij inhuren. De ratings van de chauffeurs zijn niet heel goed, dus ik ga even kijken waar ze het best in zijn. Ik zie, hij is lange afstanden. Even kijken. Ah, ik wil graag mensen hebben die gevaarlijk transport mogen doen. Ah, hij mag explosieven mag ik vervoeren. Gevraagd loon. Kijk, een 360, 360, 355, 366. Even kijken, oeh, ik heb best wel wat cash voor mijn bedrijf. Nou ja, laten we misschien nog maar eventjes wachten dan. Even kijken wat we hier in Groningen kunnen doen. Eens even kijken. Wat mogen wij voor de lui hier in Groningen doen? We mogen naar Hannover heen rijden. Nee, we zijn in Groningen nu, hè, dus... Even zoeken op Groningen. Even zien, we zijn al een keer naar Parijs heen geweest. Helemaal naar Tsjechië heen. Eens even kijken. Van Groningen naar Groningen, dat vind ik wel een beetje saai. Dat is in Groot-Brittannië. Dat is op zich ook wel leuk om te doen eigenlijk, Groot-Brittannië. Maar dan moet je door België, dus in Tsjechië en terug naar Frankrijk. Nou, laten we dan maar naar Dover gaan in Groot-Brittannië. Eens eventjes kijken. Moeten we eerst even naar onze opdracht heen rijden natuurlijk. Wel heel handig om te doen. Eens even kijken. Druk de volgende dus om te rusten, dat is niet nodig. Zo, eventjes motor aan. Ook natuurlijk even de verlichting. Ik moet alleen nog wel tanken, maar ik ben volledig uitgerust, dus dat kan dan wel. Oh, even na. Yep. Kunnen. Oh, het is gelukkig vlak in de buurt. Dus dat is op zich wel heel mooi. Zo. Even wachten tot het stoplichtje groen wordt en dan gaan we onze vracht eventjes ophalen. En dan moeten we onderweg natuurlijk wel een keertje tanken. En dan kunnen we verder in één keer helemaal doorrijden, als het goed is. Ah, ik heb eigenlijk... Ja, het is nu de video... ik weet niet wanneer de video uitkomt, maar het is nu zondag. Voor mij dan, hè. En ik heb een bedrijfsuitje heb ik gehad. En in dat bedrijfsuitje... Zijn we naar Funston Forest heen geweest. Als hij over mag steken, dan mag ik het ook. En in het bedrijfsuitje zijn we naar Funston Forest heen geweest. Dat ligt in Duitsland en dat is echt... Oh jongen, als je daar komt, echt waar, dat is echt gewoon hartstikke super. Dat is een soort van... Je zit in een soort van bos, ja, Funston Forest, dat zegt het al, hè. Het zit in een bos. En even kijken. Ik vertel zo meteen wel verder. Ik ga eerst even... Zo... Eens even kijken, ik wou naar Dover rijden. Oh, we kunnen ook even naar Kassel, maar daar heb ik geen zin aan. Neem opdracht aan, we gaan naar Dover. Je trailer is gereed. Welke is het dan? Volgens mij die laatste. Ja, het is de laatste, oké? Dat gaat nou wel goed. Kijk. Even aankoppelen. Zo. En dan kunnen we gaan rijden, denk ik. Nou ja, anyway, first and forest. Het is dus een... wacht even, ik wil door een andere... Zo. We moeten zien wat aan de andere kant gebeurt natuurlijk. Eens even kijken. Kunnen wij... Ja, wij kunnen.
Zo. Anyway, First and Forest, ja. Even kijken, First and Forest, dat is echt een soort van bos waar je dan in zit. En als je daarin zit, nou dan kun je echt van alles. Je kunt daar in Ferraris rijden. Wat kun je daar nog meer? Je kunt... Ja, dan moet ik even nadenken. Je kunt daar... in tanks rijden, je kunt in quads rijden, je kunt karten, je kunt in buggies rijden. En nou ja, toen wij daar aankwamen, wij werden in groepen verdeeld met werk, zeg maar. Ja, mag ik even hier invoegen alsjeblieft? Hallo? Ik wil graag in... Stel dat je onbeschofte lui jij eigenlijk. Ah, dus iemand die een beetje schappelijk is. Hoop ik toch? Nee, oké, dat is goed. Even kijken. Nou, om even door te gaan. Ja, we werden erop gehaald en in twee groepen werden verdeeld. En toen hebben... Ja, de eerste groep is gaan paintballen. En de tweede groep... Ik ga een beetje harder rijden als ik het niet erg vind. En de tweede groep... Die ging dus naar karten en andere evenementen heen. Nou, daar ben ik dus als allereerst ben ik naar de kartbaan heen geweest. En zijn we met de collega's weer zijn karten. Op zich hartstikke mooi natuurlijk. Even kijken. Zelfs die lui mogen me inhalen. Ik moet die 50 blijven rijden. Ik vind het wel een klein beetje overdreven hier. Even kijken. Huppakee, 70 met die handel. Maar ja, anyway. Oh, nou mogen 80. Heel goed. Even kijken. Wij zijn dus wezen karten met de collega's en ja, hartstikke leuk natuurlijk. Ik was iets van 50 geworden van de 11. Dus ik vind het op zich niet zo geheel erg dat ik hoe ik heb gereden. Ik ben er best wel trots op, mag je weten. En dan even kijken. Ja, na het karten zijn we naar de... even kijken, hoe heet dat? Wat zijn we? Oh, werkzaamheden. Shit. Oeh. Sorry. Ik moet naar achterheen. Lul. Ja, sorry. Maar het is heel iets te ver. Ah. Nou, maakt niet uit. Zijn we weer een aanrijding rijker. Hoe de fuck gaat die ook werken, werkzaamheden Nick hier neerzetten? En ik om de hoek, hallo, we gaan niet werken, yo. Ik zal de parkeren er even op. Huppakee. Dus ja, toen na het karten... oh. We mogen weer. Na het karten waren we dus naar de... Oh, what the fuck? Oh nee, oké, okay, ze gaan stoppen. Nee, dan is het goed. Ik dacht even dat ze gewoon klakkeloos door gingen rijden, maar goed. Mooi goed. Ja, dus na het karten waren we naar de quads gegaan. En ja, je weet wel wat quads zijn. Dat zijn ja van die dingen met hele brede banden. Even kijken, rust over. 9 uur en we zijn er over 10 uur. Maar we mogen een stuk met de pont doen, dus dat scheelt. Ja, zijn we naar de quads gegaan. En ja, de motors met vier wielen zijn dat dus, hè. Weet je wel. En toen zijn we met die quads zijn we door het bos in gaan rijden. Nou ja, je kunt wel nagaan. Iedereen helm op natuurlijk. Hè? En maar scheur met die apparaten. We mochten eigenlijk maar iets van 30 rijden. Maar ik denk dat we toch wel iets van 50 hebben gereden op een gegeven moment. Eerst over de weg een stukje. Want het is gewoon een oude militaire basis is dat. Hè? Dus het was een militaire basis. Dat is opgekocht door vier grote bedrijven. En een van die bedrijven is dan het bedrijf waar ik voor werk. Dus dat scheelt dan weer. En ja, toen zijn we dus eerst een stukje over de weg gegaan. En daarna zijn we met de quads het bos in gegaan. En het was daar best nog wel blubberig eigenlijk. En een grote drekzooi op een gegeven moment. Dus ja, wat je dan kreeg, je past natuurlijk wel een klein beetje op als je die grote plassen ziet. Maar we waren al gewaarschuwd. Want we moesten van die hele... we moesten oude kleding meenemen, zeg maar. Dus niet dat je in je nieuwe kleding... lekker op zo'n quad gaat lopen rijden. Want je werd hoe dan ook een beetje vies. Dus dat... dat is verder geen excuus. Rijden we op de snelweg trouwens volgens mij? Nou, volgens mij is dit nog geen snelweg.
Maar goed, ja, lekker door het bos in rijden dus. En nog een paar mensen die hebben lekker gas gegeven door de blubber heen. Maar nou ja, goed. Er zijn mensen die het niet graag willen, die rijden heel voorzichtig door die plas heen natuurlijk. Of door liefst eromheen. Nou, en toen waren we op een gegeven moment waren we klaar met de quads. En toen hebben we met de buggies hebben wij gereden. Nou, buggies zijn gewoon, ja, hoe moet je het zien? Het zijn gewoon van die zijn gewoon auto's die kunnen maximaal iets van 50 of zo, 50, 60. En ja, die hebben geen ramen erin zitten. Dus ja, van de mensen die voor jou reden, had je natuurlijk lekker veel last van het zand natuurlijk. En ja, je kon met twee personen inzetten, dus je ging eerst met, één persoon ging je rijden. Je ging eerst met twee personen ging je rijden. Ik wil het trouwens wel zo meteen even in het tankstation zien hoor, alsjeblieft. Ja, je gaat het met twee personen gaan je rijden en halverwege ga je een keer wisselen. En als je hebt gewisseld dan, dan mag jij de tweede helft mag je dan doen. Dus de eerste helft reed mijn collega. Nou, was op zich hartstikke leuk eigenlijk. Hij kon wel redelijk goed rijden. Daarom zeg ik ook gewoon heel rustig redelijk goed. Want ja, hij ging natuurlijk wel extra hard over die bultjes heen rijden en zo. Dus een beetje ouwehoen eigenlijk in het wagentje. Die werd natuurlijk van de ene kant naar de andere kant ingeslingerd. En ja, toen op een gegeven moment waren we gearriveerd bij een hele grote, hoe zou ik het noemen, wat was het eigenlijk, een hele grote zandheuvel eigenlijk, waar we gearriveerd, dat was dus halverwege was dat. En ja, toen mocht ik rijden. Dus ik ging dus in die kart zitten en lekker over het zand heen springen natuurlijk. Ik bedoel, elk heuveltje dat je tegenkomt, daar probeer je natuurlijk keihard overheen te gaan, laat ik het zo zeggen, altijd leuk. Ik zie dat chauffeur Benny heeft weer kon geen opdracht vinden en is leeg teruggekeerd. Zijn brandstof en onderhoudskosten zijn €378. Jezus mina. En die kerel heeft nog niet eens wat kunnen doen voor mij. Wat slecht. Even kijken hoor. Vrachtwagenchauffeur Benny. Even kijken. Benny. Ah, die verdient al redelijk wat eigenlijk. Nou ja, anyway, we rijden gewoon even lekker door. Die zal vanzelf weer aan het werk gaan. Maar ja, natuurlijk lekker schreunen in die buggies of het lekker over het zand heen springen. En ja, dan weer natuurlijk ook met die buggies ook gewoon door het bos heen rijden. Lekker rustig. Ik denk dat we zometeen even die vrachtwagen gaan inhalen. Wel heel realistisch als je over die, als je moet je horen als je over die ding heen gaat, dan hoor je echt dat geluid dat je over die dat je echt over die streep heen gaat. Dat vind ik best wel leuk eigenlijk. Oh shit, moet hier af. Richting Köln. Gaan mensen hier spontaan echt 40 rijden? Jezus, kom op hé. Waarom doen jullie mij dit aan, mensen? Sorry hoor dat ik ietsje harder reed dan 40.
Nou, we moeten weer gas geven, jongens. Kom op. Oh, die auto mocht in één keer bovenop de remmen gaan voor die vrachtwagen. Het is ook wel leuk om te zien wat er gebeurt en het echt natuurlijk ook wel is. Nou ja, zoals jullie weten, mijn trucker hier ziet er mooi blauw uit. Ik moet zeggen dat het niet heel erg fijn rijdt van de buitenkant. Ik rijd toch liever aan de binnenkant van de truck. Zo even die muk inhalen, want die rijden toch allemaal netjes 80. En volgens mij is dit de dijk of zoiets dergelijks. Is natuurlijk ook wel mooi om even overheen te rijden, want we moeten in ieder geval naar Dover heen. We gaan dus over... Oh shit, mijn tank is wel bijna leeg. Ik moet echt het volgende tankstation dat ik tegenkom ook echt tanken, hoor. Anders moet ik me laten slepen door de wegenwacht, daar heb ik helemaal geen zin aan. Ik zie wel een parkeerplaats, maar daar zit volgens mij geen tankstation bij. Ik zie alleen maar rustplekken. Volgens mij gaan we ook België in. Maar ik hoop dat ik het nog kan redden tot aan de, hoe heet dat? Tot aan het volgende tankstation, want mijn benzinemeter begint wel gevaarlijk leeg te raken. En ik heb ook het idee dat ik er eentje gewoon overgeslagen heb. Ik heb echt wel even behoefte aan een tankstation nu. Oh shit, moet hij af. Richting Brussel. Rij eens door, man. Hadse plaats, zo doen we dat. Nou jongens, jullie zouden mij best wel blij maken met een tankstation eigenlijk hier onderweg. Eens even kijken, ik kan misschien wel op de map kijken, denk ik. Eens even zien, wereldkaart. Ah, gelukkig. We komen iets tegen. Een tankstation. En, dan weet ik niet of we onderweg nog meer tankstation tegen. Ja, we komen wel een paar tankstations komen we gelukkig wel onderweg hier in België. Nou, gelukkig. Dan kunnen we in ieder geval nog een stukje bij tanken.
Nou, in ieder geval, maar goed dat we hier in ieder geval echt een Dexter zal tegenkomen. Want ik had geen zin om me door de wegenwacht mee te moeten laten slepen door naar de. Je weet wel. Naar de dichtstbijzijnde stad, want dan raak je heel veel tijd raak ik kwijt. Eerst, hoeveel afstand zijn we nog van het tankstation? Oh, ik zie daar wel iets geels. Tankstation. Dat komt mij wel heel goed uit. Zo. Even kijken, hier uit. En de motor natuurlijk uit. Even denken. En zijn we vol. Dankeschön. Voor mij komt er niks aan, dus we kunnen gewoon oversteken. Spookrijden? Godsamme zeg, ik steek gewoon over, joh, gekke huis. Vriendelijk bedankt. Echt waar, typisch Nederland dit. Ik snap er echt niks van, hoor, van dit beleid in Nederland. Gewoon, ik was gewoon netjes aan het oversteken. Nee. Je krijgt gewoon een boete voor spookrijden. Ja. Ik snap er ook echt helemaal niks van, die lui. Echt waar. Denk ik. Doe dit nooit in het echt, dames en heren, want dit is gewoon een hele onoverzichtelijke bocht natuurlijk. Dat kun je natuurlijk nooit zomaar doen. Even kijken, hoe zit het met mijn rustperiode? Over 5 uur en 39 minuten en... Dat zou op zich nog wel moeten kunnen, denk ik. Nou, ik vind het in ieder geval wel lekker rijden zo. Huppakee, gewoon gas geven op die lolly. Lekker die bochten doorjagen. Ik ben nog steeds vrij verrast dat die vrachtwagen het zo goed volhoudt eigenlijk. Nee, het is mijn vrachtwagen, dit is mijn vrachtwagen. Daar heb ik heel veel centjes voor moeten betalen.
ben nog een kleine 300 kilometer op onze, op mijn teller te staan in ieder geval. Zou ik dit nog doen? Nee, niet inhalen hier. Niet inhalen. Oh, trein. Dat is ook nog wel eens leuk, dan zie je in ieder geval een keer wat voorbij komen hier. Hè? Gewoon een treintje. En we mogen weer rijden volgens mij. Nou, gas geven mensen. Nou, gas geven dan maar weer, denk ik. Helemaal niet. Nou, eens even kijken, kan ik je inhalen, denk je? Dit is heel gevaarlijk. Oh, hier niks, heel goed. Gewoon gas blijven geven lijkt me dan. Als dit is niks. Oh, gevaarlijk, gevaarlijk, gevaarlijk. En we hebben het overleefd. Heel goed. Als je het echt zo zou rijden als ik nou doe, dan heb je rijbewijs eigenlijk, zou je rijbewijs nooit gehaald hebben. Laat dat even duidelijk zijn. Dus kinderen rijden nooit zo gevaarlijk zoals ik doe. En daar is nog een tankstation, maar die hebben we nou gelukkig niet meer nodig. En als ik hier een tankstation zie, dat betekent dat we ook bijna in de buurt zijn van de pont volgens mij. Die ons over gaat brengen. En zijn we zojuist Frankrijk nog even binnengerold. Rij nou eens door. Jezus hé. Oh,
Oh, nou weet je niks wel wat doorrijden is, ja. Oh, wat ben jij aan het doen daar? Oh! Oh! Dat lijkt wel op een ongeval. Wow, 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 wow! The fuck was dat? Zie je ook niet elke dag. Nou, laat maar gewoon inhalen dan. Vooral niet aankomen. En jij doet gewoon normaal. Jij wacht gewoon. Aap. Dus. What the fuck was dat? Kijken, hoe lang moeten we nog? 2 uur. Ik heb nog 3 uur om wakker te blijven, heel mooi. Ik rij wel een beetje naast de baanhelft, dus laten we eventjes normaal doen. Moet hier af. Oké. Ik was echt wel overtuigd dat we naar Dover heen gingen. Nou ja, misschien een stukje over Frankrijk dan of zo. Misschien is het een stukje waar we moeten zijn in Dover. Misschien is dat wel. Waar de fuck gaan we naartoe met deze vracht? Nou, we gaan wel naar Dover heen, oké. Okay. Nou, dan blijf ik gewoon doorrijden. Radarcontrole. Vind ik niet erg hoor, je mag je Tony hadden dan neer. Maar je vraagt waar ik aan Tony hadden dan 90. Succes ermee met je radiocontrole. Kijk, en hier moeten we dan eraf. Is nou een pomp van de trein. Kan ook heel goed de trein zijn hoor, waar we even nog gaan. We zijn geven door, rechts gaat voor. Dan hebben die automobilisten dus goed onthouden. En daar komt niks aan.
Bjorn die rijdt gewoon door. Even kijken, welke moet ik hebben eigenlijk? Auto, vrachtwagen, X. Vrachtwagen, X. Vrachtwagen, pijltje. Bjorn gaat dus hier naartoe. We gaan dus toch op de trein. Nou, ik vind het goed. Enter, eens even kijken. We moeten naar... ja, daarheen. Oké, nou... waarschijnlijk omkeren, want het is wel een beetje krom dit. Want je staat eigenlijk met je neus naar de verkeerde richting. Dus even kijken of ik hier ergens kan keren. Het is wel inrichtingsverkeer dit. Nou, het staat niet dat we hier af moeten. Exit, die kant op. Nou, dan doen we dat ook maar. Oh, zo moeten we eruit. Oké, ja, het is gewoon een beetje omslachtig eigenlijk. Ja, op deze manier ga je dus eruit. Oh, dat klopt niet, hè? We moeten zo rijden. We zijn nu in Groot-Brittannië, dus nu moeten we aan de linkerkant rijden van de weg. Kijk, zo dus, hè, linkerkant van de weg. En wij moeten naar Denver. Dat kan wel. Even invoeren. Zo. Kijk, zie, stel je voor, ik had aan de rechterkant gereden. Ik was in één keer die vrachtwagen tegen het hoofd aangelopen. Nou, daar word je ook niet vrolijk van. Dan schrik je hartstikke dood. Alleen, dit rijdt gewoon zo raar. Helemaal aan de linkerkant. Ik bedoel, dat doe je niet dagelijks of zo, hè? Mocht je 79, oké, okay, of 97, sorry. Mocht je 97 rijden, nou, ik vind het helemaal goed. Mocht je niet zo snel vanwege werkzaamheden. En ze zijn hier ook nog een keer aan het flitsen. Dus ja, ik hou me gewoon lekker koest. Kijk, daar stonden een paar cameraatjes, hè. Dat zijn van die geniepige geluiden, die houden je continu lekker in de gaten.
Zo, en nou zijn we in Dover zijn we aangekomen. Dus even kijken, dan gaan we eerst onze trailer gaan we even wegbrengen. Rijd eens door, man. Zo, inwachten op groen licht. Ja, sorry, stoelkantje. Even met de rotonde mee. Altijd leuk. Oh, zo gaat het. Ja? Ik ben echt niet op de hoogte van Engelse verkeersregels. Echt niet. Ja, 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 ja. Ik zoek hier nou een hotel op. Rustig maar. Zo, stoplichten precies tussen de spiegels. Zo doen we dat. Nou, wat maar groen. Ik zou zeggen, het duurt lang. Oh. Even kijken, kunnen we oversteken? Nog niet. Nu wel. Ga je hem inparkeren, Bjorn? Nee, echt niet. Even kijken, geweldig. Erwten geleverd vanaf Groningen naar Dover. Natuurlijk wel een beetje gezonde meuken exporteren, hè? Dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Nou, laten we even naar het hotel heen gaan. Dat is juist goed, dus gewoon naar rechts. Ja, jullie zijn demonstratief te gaan op een gapie, joh, gekkenhuis. Ik ga wel zo rijden. Nou, hup, gas. Goed zo. In ieder geval, daar zit zometeen een hotel, dus daar blijf ik lekker pitten dan. Ik hoor het jullie zeggen, Jan, je gaat volgens mij de hele verkeerde kant op. Nou, hoe gaat het eigenlijk? Nou, die ga je gewoon helemaal rond, zo. Dit is toch een rotonde? Die moet je rond. Zo, kijk, zo doe je dat. Dus even kijken of we nou bij het hotel kunnen komen. Waar is het hotel? Freaking hotel. Hier dus. Yo! Even kijken, waar zijn we dat ding hier? Hé, ik denk dat ik hier wanneer pleuren. Zo. Naast die groene. Zo. En dan gaan we hier lekker slaapje doen. Even kijken. Zo. Die. Uit. En dan zou ik zeggen mensen. Bedankt voor het kijken weer naar deze episode. Als je hem leuk vond, geef dan even een duimpje omhoog. Comment. Dat is voor de commentaarsectie beneden. En ja. Wil je graag meer van mijn video's zien?
abonneer dan op mijn kanaal. Dan zou ik zeggen, mensen, voor nu welterusten. Nou ja, voor een vrachtwagen dan. En tot de volgende keer. Ik zou zeggen, dag. Volgens mij zijn we serieus Frankrijk nog even binnengerold. Rij nou eens door. Jezus, hé. Oh, nou weet je niks wel wat doorrijden is, ja. Oh, wat ben jij aan het doen daar? Oh! Oh! Dat lijkt wel op een ongeval. Wow, 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 wow! The fuck was dat? Zie je ook niet elke dag. Nou, laat maar gewoon inhalen dan. Vooral niet aankomen. En jij doet gewoon normaal. Jij wacht gewoon. Aap. Dus. What the fuck was dat? Even kijken, hoe lang moeten we nog? 2 uur. Ik heb nog 3 uur om wakker te blijven, heel mooi. Ik rij wel een beetje naast de baanhelft, dus laten we eventjes normaal doen. Moet hier af, oké. Ik was echt wel overtuigd dat we naar Dover heen gingen. Nou ja, misschien een stukje over Frankrijk dan of zo. Misschien is het stukje waar we moeten zijn in Dover. Misschien is dat wel. Waar de fuck gaan we naartoe met deze vracht? Nou, we gaan wel naar Dover heen, oké. Nou, dan blijf ik gewoon doorrijden. Radarcontrole. Vind ik niet erg hoor, je mag je toch niet hadden dan neer. Mijn vrachtwagen kan toch niet hadden dan 90. Succes ermee met je radiocontrole. Kijk, en hier moeten we dan eraf.
Is nou een pomp van trein. Kan ook heel goed op de trein zijn hoor, waar we nog gaan. We zijn geven door, rechts gaat voor. Dan hebben we die automobiel zo goed onthouden. En daar komt niks aan. Bjorn die rijdt gewoon door. Even kijken, welke moet ik hebben eigenlijk? Auto, vrachtwagen, X. Vrachtwagen, X. Vrachtwagen, pijltje. Bjorn gaat dus hier naartoe. We gaan dus toch op de trein. Nou, ik vind het goed. Enter, eens even kijken. We moeten naar... Ja, daarheen. Oké, nou... Waarschijnlijk omkeren, want het is wel een beetje krom dit. Want je staat eigenlijk met je neus naar de verkeerde richting. Dus even kijken of ik hier ergens kan keren. Het is wel een inrichtingsverkeer dit. Nou, het staat niet dat we hier af moeten. Exit die kant op. Nou, dan doen we dat ook maar. Oh, zo moeten we eruit. Oké, ja, het is gewoon een beetje omslachtig eigenlijk. Ja, op deze manier ga je dus eruit. Oh, dat klopt niet, hè? We moeten zo rijden. Moet weer gas geven, jongens, kom op. Mocht in één keer bovenop de remmen gaan voor die vrachtwagen. Het is ook wel leuk om te zien wat er gebeurt en het echt natuurlijk ook wel is. Nou ja, zoals jullie weten, mijn trucker hier ziet er mooi blauw uit. Ik moet zeggen dat het niet heel erg fijn rijdt van de buitenkant. Ik rijd toch liever aan de binnenkant van de truck. Zo even die muk inhalen, want die rijden toch allemaal netjes 80. En volgens mij is dit een dijk of zoiets dergelijks. Is natuurlijk ook wel mooi om even overheen te rijden, want we moeten in ieder geval naar Dover heen. We gaan dus over... Oh shit, mijn tank is wel bijna leeg. Ik moet echt het volgende tankstation dat ik tegenkom, moet ik echt tanken hoor. Anders moet ik me laten slepen door de wegenwacht, ik heb er geen zin aan. Ik zie wel een parkeerplaats, maar er zit volgens mij geen tankstation bij. Ik zie alleen maar rustplekken, volgens mij gaan we ook België in.
Maar ik hoop dat ik het nog kan redden tot aan de... hoe heet dat? Tot aan het volgende tankstation. Want mijn benzinemeter begint wel gevaarlijk leeg te raken. En ik heb ook het idee dat ik er eentje gewoon overgeslagen heb. Nou, ik heb echt wel even behoefte aan mijn tankstation nu. Oh shit, moet hier af. Richting Brussel. Rij eens door, man. Hartse plaats, zo doen we dat. Nou jongens, jullie zouden mij best wel blij maken met een tankstation eigenlijk hier onderweg. Eens even kijken, ik kan waarschijnlijk wel op de map kijken, denk ik. Eens even zien, wereldkaart. Ah, gelukkig. We komen iets tegen. Een tankstation. En, dan weet ik niet of we onderweg nog meer tankstation tegen. Ja, we komen wel een paar tankstations komen gelukkig wel onderweg hier in België. Nou, gelukkig. Dan kunnen we in ieder geval nog een stukje bijtanken. Maar goed dat we hier in ieder geval ergens een tankstation tegenkomen, want ik had geen zin om me door de wegenwacht mee te moeten laten slepen door naar de, je weet wel, naar de dichtstbijzijnde stad, want dan raak je heel veel tijd raak ik kwijt. Eerst, hoeveel afstand zijn we nog van het tankstation? Oh, ik zie daar wel iets geels. Tankstation. Dat komt mij wel heel goed uit. Zo. Even kijken, hier nog uit. En de motor natuurlijk uit. Even tanken. En zijn we vol. Dankeschön.
komt er niks aan, dus we kunnen gewoon oversteken. Spookrijden! God, zou maar zeggen, ik steek gewoon over, joh, gekke huis. Vriendelijk bedankt. Echt waar, typisch Nederland dit. Ik snap er echt niks van, hoor, van dit... Hallo iedereen, dit is Bjorn, oftewel Bliefjes, en welkom bij weer een nieuwe episode van Truck Simulator 2014, met Bliefjes natuurlijk. En vandaag zijn we nog in Groningen, omdat we de vorige keer in Parijs waren geweest. Van Parijs zijn we naar Groningen heen gegaan, en eventjes kijken, ja, nu zijn we dus in Groningen. En daar kunnen we nog wel wat dingetjes doen, maar ik wil eerst eventjes kijken of er nog wat goede truckers beschikbaar zijn. Dus ik wil eventueel nog een chauffeur erbij inhuren. De ratings van de chauffeurs zijn niet heel goed, dus ik ga even kijken waar ze het best in zijn. Ik zie, hij is lange afstanden. Even kijken. Ik wil graag mensen hebben die gevaarlijk transport mogen doen. Ah, hij mag explosieven mag invoeren. Gevraagd loon. Kijken, 360, 355, 366. Even kijken, ik heb best wel wat cash voor mijn bedrijf. Laten we misschien nog maar eventjes wachten dan. Even kijken wat we hier in Groningen kunnen doen. Eens even kijken. Wat mogen wij voor de lui hier in Groningen doen? We mogen naar Hannover heen rijden. Nee, we zijn in Groningen nu, hè, dus... Even zoeken op Groningen. Even zien, we zijn al een keer naar Parijs heen geweest. Helemaal naar Tsjechië heen. Eens even kijken. Van Groningen naar Groningen, dat vind ik wel een beetje saai. Dat is in Groot-Brittannië. Dat is op zich ook wel leuk om te doen eigenlijk, Groot-Brittannië. Maar dan moet je door België, dus in Tsjechië en terug naar Frankrijk. Nou, laten we dan maar naar Dover gaan in Groot-Brittannië. Eens eventjes kijken. Moeten we eerst even naar onze opdracht heen rijden natuurlijk. Wel heel handig om te doen. Eens even kijken. Druk de volgende dus om te rusten, dat is niet nodig. Zo, eventjes motor aan. Ook natuurlijk even de verlichting. Ik moet alleen nog wel tanken, maar ik ben volledig uitgerust, dus dat kan dan wel. Oh, even naar... Yep. Kunnen. Oh, het is gelukkig vlak in de buurt. Dus dat is op zich wel heel mooi. Zo. Even wachten tot het stoplichtje groen wordt en dan gaan we onze vracht eventjes ophalen. En dan moeten we onderweg natuurlijk wel een keertje tanken. En dan kunnen we verder in één keer helemaal doorrijden, als het goed is. Het is nu de video. Ik weet niet wanneer de video uitkomt, maar het is nu zondag. Voor mij dan, hè. En ik heb een bedrijfsuitje heb ik gehad. En in dat bedrijfsuitje... Zijn we naar Funston Forest heen geweest. Als hij over mag steken, dan mag ik het ook. En in het bedrijfsuitje zijn we naar Funston Forest heen geweest. Dat ligt in Duitsland en dat is echt... Oh jongen, als je daar komt, echt waar, dat is echt gewoon hartstikke super. Dat is een soort van... Je zit in een soort van bos, ja, Funston Forest, dat zegt het al, hè. Het zit in een bos. En even kijken. Ik vertel zo meteen wel verder. Ik ga eerst even... Zo... Eens even kijken, ik wou naar Dover rijden. Oh, ik kan ook even naar Kassel, maar daar heb ik geen zin aan. Neem opdracht aan, we gaan naar Dover. Je trailer is gereed. Welke is het dan? Volgens mij die laatste. Ja, het is de laatste, oké? Okay?
dat gaat nou wel goed. Kijk. Even aankoppelen. Zo. En dan kunnen we gaan rijden, denk ik. Nou ja, anyway, first and foremost. Het is dus een... Oh, wacht even. Ik wil wel even andere... Zo. We moeten zien wat aan de andere kant gebeurt natuurlijk. Eens even kijken. Kunnen wij... Ja, wij kunnen. Zo. Anyway, first and foremost. Ja, even kijken, First of Forest, dat is echt een soort van bos waar je dan in zit. En als je daarin zit, nou dan kun je echt van alles. Je kunt daar in Ferraris rijden. Wat kun je daar nog meer? Je kunt... daar moet ik even nadenken. Je kunt daar... in tanks rijden. Je kunt in quads rijden. Je kunt karten. Je kunt in buggies rijden. En nou ja, toen wij daar aankwamen... wij werden in groepen verdeeld met werk, zeg maar. Ja, mag ik even hier invoegen alsjeblieft? Hallo? Ik wil graag in... Stel dat je onbeschofte lui jij eigenlijk. Ah, dus iemand die een beetje schappelijk is. Hoop ik toch? Nee, oké, dat is goed. Even kijken. Nou, om even door te gaan. Ja, we werden er opgehaald en in twee groepen werden verdeeld. En toen hebben... Ja, de eerste groep is gaan paintballen. En de tweede groep... Ik ga een beetje hard rijden als ik het niet erg vind. En de tweede groep... Die ging dus naar karten en andere evenementen heen. Nou, daar ben ik naar de kartbaan heen geweest. En ze hebben met de collega's weer zijn karten. Op zich hartstikke mooi natuurlijk. Even kijken. Zelfs die lui mogen me inhalen. Ik moet die 50 blijven rijden. Ik vind het wel een klein beetje overdreven hier. Even kijken. Huppakee. 70 met die handel. Maar ja, anyway. Oh, nou mogen 80. Heel goed. Even kijken. We zijn dus wezen karten met de collega's. En ja, hartstikke leuk natuurlijk. Ik was iets van 50 geworden van de 11. Dus ik vind het op zich niet zo heel erg dat ik hoe ik heb gereden. Ik ben er best wel trots op, mag je weten. En dan even kijken. Ja, na het karten zijn we naar de... even kijken, hoe heet dat? Wat zijn we? Oh, werkzaamheden. Shit. Sorry. Ik moet naar achterheen. Lul. Ja, sorry. Maar het is heel iets te ver. Ah. Nou, maakt niet uit. Zijn we weer een aanrijding rijker. Hoe de fuck gaat die ook werken, werkzaamheden Nick hier neerzetten? Nick, om de hoek, hallo. We gaan niet werken, yo. Ik zal de parkeren er even op. Huppakee. Dus ja, toen na het karten... we mogen weer... Na het karten waren we dus naar de... Oh, what the fuck? Oh nee, oké, okay, ze gaan stoppen. Nee, dan is het goed. Ik dacht even dat ze gewoon klakkeloos door gingen rijden, maar goed. Nou, dat ging wel mooi goed. Ja, dus na het karten waren we naar de quads gegaan. En ja, je weet wat quads zijn. Dat zijn ja van die dingen met hele brede banden. Kijk, rust over. 9 uur en we zijn er over 10 uur. Maar we mogen een stukje met de pont doen, dus dat scheelt. Ja, zijn we naar de quads gegaan. En ja, de motors met 4 wielen zijn er dus, hè. Weet je wel. En toen zijn we met die quads door het bos in gaan rijden. Nou ja, je kunt wel nagaan. Iedereen helm op natuurlijk, hè. Emma Scheur met die apparaten. We mochten eigenlijk maar iets van 30 rijden, maar ik denk dat we toch wel iets van 50 hebben gereden op een gegeven moment. Eerst over de weg een stukje. Want het is gewoon een oude militaire basis is dat, hè. Dus het was een militaire basis. Dat is opgekocht door 4 grote bedrijven. En een van die bedrijven is dan het bedrijf waar ik voor werk.
Dus dat scheelt dan weer. En ja, als ze, toen zijn we dus eerst over de een stukje over de weg gegaan. En daarna zijn we met de quads het bos in gegaan. En het was daar best nog wel blubberig eigenlijk. En een grote drekzooi op een gegeven moment. Dus ja, wat je dan kreeg, je past natuurlijk wel een klein beetje op als je die grote plassen ziet. Maar we waren al gewaarschuwd. Want we moesten van die hele, we moesten oude kleding meenemen, zeg maar. Dus niet dat je in je nieuwe kleding lekker op zo'n quad gaat lopen rijden. Want je werd hoe dan ook werd je vies. Dus dat, dat is verder geen excuus. Rijden we op de snelweg trouwens, volgens mij? Nou, volgens mij is dit nog geen snelweg. Maar goed, ja, lekker door het bos in rijden dus. En nog een paar mensen die hebben lekker gas gegeven door de blubber heen. Maar, nou ja, goed. Er zijn mensen die het niet graag willen. Die rijden heel voorzichtig door die plas heen natuurlijk. Of de liefste eromheen. Nou, en toen waren we op een gegeven moment waren we klaar met de... met de quads. En toen hebben we met de buggies hebben wij gereden. Nou, buggies zijn gewoon... ja, hoe moet je het zien? Het zijn gewoon van die zijn gewoon auto's die kunnen maximaal iets van 50 of zo, 50, 60. En ja, die hebben geen ramen erin zitten. Dus ja, van de mensen die voor jou reden, had je natuurlijk lekker veel last van het zand natuurlijk. En ja, je kon met twee personen inzetten. Dus je ging eerst met, één persoon ging je rijden. Je ging eerst met twee personen gingen rijden. Ik wil het trouwens wel zo meteen even in het tankstation zien hoor, alsjeblieft. Ja, je gaat het met twee personen gaan je rijden en halverwege ga je een keer wisselen. En als je hebt gewisseld dan, ja, dan mag jij de tweede helft mag je dan doen. Dus de eerste helft reed mijn collega. Nou, dat was op zich hartstikke leuk eigenlijk. Hij kon wel redelijk goed rijden. Daarom zeg ik ook gewoon heel rustig redelijk goed. Want ja, hij ging natuurlijk wel extra hard over die bultjes heen rijden en zo. Dus beetje ouwe hoen eigenlijk in het wagentje. Die werd natuurlijk van de ene kant naar de andere kant ingeslingerd. En ja, toen op een gegeven moment waren we gearriveerd bij een hele grote, ja, hoe zou ik het noemen, wat was het eigenlijk, een hele grote zandheuvel eigenlijk, waar we gearriveerd, dat was dus halverwege was dat. En ja, toen mocht ik rijden. Dus ja, ik ging dus in die kart zitten en lekker over het zand heen springen natuurlijk. Ik bedoel, elk heuveltje dat je tegenkomt, daar probeer je natuurlijk keihard overheen te gaan, laat ik het zo zeggen, altijd leuk. Ik zie dat chauffeur Benny heeft weer kon geen opdracht vinden en is leeg teruggekeerd. Zijn brandstof en onderhoudskosten zijn €378. Jezus mina. En die kerel heeft nog niet eens wat kunnen doen voor mij. Wat slecht. Even kijken hoor. Vrachtwagenchauffeur Benny. Even kijken. Benny. Ah, die verdient al redelijk wat eigenlijk. Nou ja, anyway, we rijden gewoon even lekker door. Die zal vanzelf weer aan het werk gaan. Maar ja, natuurlijk lekker schreunen in die buggies of het lekker over het zand heen springen. En ja, dan weer natuurlijk ook met die buggies ook gewoon door het bos heen rijden. Lekker rustig. Ik denk dat we zo meteen even die vrachtwagen gaan inhalen. Wel heel realistisch als je over die. Als je, moet je horen als je over die ding heen gaat. Dan hoor je echt dat geluid dat je over die. Dat je echt over die streep heen gaat. Dat vind ik best wel leuk eigenlijk.
Oh shit, moet hier af. Richting Köln! Gaan mensen hier spontaan wel echt 40 rijden? Jezus, kom op hé. Waarom doen jullie mij dit aan, mensen? Sorry hoor dat ik ietsje harder reed dan 40. Nou, het beleid in Nederland. Gewoon. Ik was gewoon netjes aan het oversteken. Nee. Je krijgt gewoon een boete voor spookrijden. Ja, ja. Ik snap ook echt helemaal niks van die lui. Echt waar. Inhaal, denk ik. Doe dit nooit in het echt, dames en heren, want dit is gewoon een hele onoverzichtelijke bocht natuurlijk. Dat kun je natuurlijk nooit zomaar doen. Even kijken, hoe zit het met mijn rustperiode? Over 5 uur en 39 minuten en... Dat zou op zich nog wel moeten kunnen, denk ik. Nou, ik vind het in ieder geval wel lekker rijden zo. Huppakee, gewoon gas geven op die lolly. Lekker die bochten doorjagen. Ik ben nog steeds vrij verrast dat die vrachtwagen het zo goed volhoudt eigenlijk. Nou, het is mijn vrachtwagen. Dit is mijn vrachtwagen. Daar heb ik heel veel centjes voor moeten betalen. Nog een kleine 300 kilometer op mijn teller te staan in ieder geval. Zou ik dit nou doen? Nee, hier inhalen hier. Inhalen hier. Oh, trein. Dat is ook nog wel eens leuk, dan zie je in ieder geval een keer wat voorbij komen hier. Hè? En gewoon een treintje. En we mogen weer rijden volgens mij. Nou, gas geven mensen. Nou, gas geven dan maar weer, denk ik.
inhalen. Dus nog niet. Nou, helemaal niet. Dit is heel gevaarlijk. Nog ook hier niks, heel goed. Gewoon gas blijven geven lijkt me dan. Als dit is niks. Oh, gevaarlijk, gevaarlijk, gevaarlijk. En we hebben het overleefd. Heel goed. Als je het echt zo zou rijden als ik nou doe, dan heb je rijbewijs eigenlijk, zou je rijbewijs nooit gehaald hebben. Laat dat even duidelijk zijn. Dus kinderen rijden nooit zo gevaarlijk zoals ik doe. En daar is nog een tankstation, maar die hebben we nou gelukkig niet meer nodig. En als ik hier een tankstation zie, dat betekent dat we ook bijna in de buurt zijn van de pont volgens mij. Die ons over gaat brengen.